Ja, dit debat vindt allemaal plaats, zoals we zeiden, bij de Haagse Hogeschool. En we zijn hier niet zomaar. Europa leeft hier. Er is hier een studierichting die zich daar fulltime mee bezighoudt. En studenten Europese studies zitten hier in het publiek. Volledig vrijwillig, zeg ik er maar eventjes bij. Ze kregen vanmiddag nog college over de verkiezingen. Are you excited for tonight? Yes! Okay, I don't even have to say it twice this time. First question for me to you. Who's voting tomorrow? Okay, very good. Ik vind het belangrijk dat de Europese Unie de nationaliteit van alle landen waarborgt, soevereiniteit. Dat is iets wat, we zijn allemaal verschillend. En we kunnen niet alles over één kam scheren. Het is belangrijk dat we onze identiteit nog kunnen waarborgen. Ja, eigenlijk sprak het me eigenlijk al heel erg aan toen ik op de middelbare school zat. Ik heb hier natuurlijk een vak maatschappijleer. En dat vond ik eigenlijk het enige leuke. Dus daarom ben ik naar deze studie gekomen en het bevalt me echt super, ja, echt super goed. En het is heel erg Europees ingericht. Je wordt hier opgeleid met een taal. Dat kan Spaans, Duits of Frans zijn. En dat is enorm belangrijk voor het samenwerken in de Europese Unie. We're gonna go through the upcoming elections, what to expect, some predictions. Op deze school volgen zo'n 1000 studenten de richting Europese studies. Zijn morgen waarschijnlijk de meest gemotiveerde kiezers. Maar bij veel studenten ligt dat toch anders. Gaan morgen wel stemmen, maar op wie? Daar zijn de meesten nog niet uit.